Yo! Tof dat je kijkt naar Mafidia. Vandaag gaan we een heel erg Noord-Amerikaans delicatessen eigenlijk maken. Oorspronkelijk komt het uit Europa. Raar, hè? Het is eigenlijk namelijk een bagel. Een bagel komt uit het Oostblok en Polen van Europa, van de Joden die daar wonen. En die hadden gewoon een broodje en die hebben ze uiteindelijk gaan emigreren naar Amerika. En die hebben daar de bagel geïntroduceerd in New York en Montreal. Een New York bagel moet je barley malt syrup en malt powder hebben. Dat is te koop online, maar in hele grote commerciële potten. Die je nooit van je langzaam leven gaat opkrijgen. Die zijn echt alleen maar voor de winkels die het maken. Dus, ik denk dat ik in Montreal ga doen, gewoon omdat het dan gewoon klopt natuurlijk. Dan gaan we onze bagels even maken. Onze bagel deeg natuurlijk, hè. 500 ml water doen we in een kom. En daarbij doen we wat gist. Grammetje of 3, 3,5. Dan pakken we een lepel en die gaan we onze gist even door het water heen mengen. Dit doen we omdat we dan kunnen zien of de gist wel werkt. En het is gewoon leuk om naar te kijken. Als de gist werkt, moet je eigenlijk gewoon zien. Als je dat ziet, you know you're all right. Dit laat je 10 minuten even staan. Dan doen we 650 gram boom bij ons water. Neem een grappelpollepel en die wint in wie ik kon stirren. Roer dit tot het een beetje bij elkaar komt. Het hoeft niet helemaal toppel te zijn, want we gaan het nog kneden. Dan gaan we gewoon met onze klauw in de kom, dat is wel het handigst, gewoon bloem toevoegen. Want ja, dan zou je dat op je werkbank doen, wordt die werkbank helemaal vies. Bageldeeg moet echt kaulo droog zijn. En ja, niet een beetje plakkerig, want een beetje plakkerig zorgt er niet voor dat onze bagel mooi groot wordt als we hem gaan bakken. Dus je deeg moet echt dry ASF zijn, want anders krijg je geen mooie grote bagel. Je kan ook, als je gewoon een beetje een egg sandwich ervan wil maken, wil niet per se allemaal moeilijke dingen erbij gaan maken met zalm en zo of andere troep. Dan maak je hem iets plakkiger, want dan wordt hij niet zo mooi hoog in de oven. Dus dan heb je een kleiner en dan kan je er gewoon een eitje op doen of zo, of een plakje kaas. Dan heb je gewoon eigenlijk een broodje met een gat erin gemaakt. Gewoon niet voor delicatessen. Doe een beetje bloem op onze werkbank. Dan gaan we ons deegje nu 10 minuten echt even een mooi glanzend exteriortje geven. Je hoeft dit niet per se te doen als je niet echt helemaal geometrisch gezien, wiskundig, scheikundig, natuurkundig gezien, een hele mooie bagel. Je kan ook gewoon een hele lelijke maken, dan is de deeg nu wel prima. Het smaakt hetzelfde, ziet er alleen minder mooi uit. Dus je hoeft niet dit 10 minuten te doen. Dan hebben we hier ons deeg. Dan doen we een beetje olie in onze kom. Dan gaan we ons deeg eventjes mooi shapen in een soort van bal. Dan doe je gewoon een beetje door de onderkantjes naar elkaar toe te doen. Voilà. Die doen we erin en die draaien we een beetje rond. Dat alle kantjes mooi zitten en dat hij niet blijft plakken. Daar doen we wat folie overheen. Oh, dat is de bedoeling. Dan laat je dit een uurtje tot 3 kwartier even rijzen tot het helemaal is verdubbeld. Liefst op een warme plek. Ja, gravlax. Dat is eigenlijk gewoon heel erg Scandinavisch. Dry cured. Eigenlijk zo'n droge pekel. Eigenlijk wel. Gepekelde zalm. En natuurlijk de backstory nog heel even natuurlijk aan. De Polen en de Oostblokkers, de Joden dan natuurlijk, die de bagel naar New York en Montreal hebben gebracht en zo, die hebben nog nooit, denk ik, gekuurde salmon gegeten. En dan vraag je misschien, hé, waarom? Want het zit er toch op? Nou ja, het was niet zo makkelijk om dat te krijgen. Dus ze deden het meestal met haring in Nederland en Europa. En ja, in New York en zo en Montreal was er niet zoveel haring. Dus uiteindelijk was dat gewoon op. Dus toen moesten ze een andere vis gaan vinden. Toen was er dus iets heel makkelijk te vangen. En dat was zalm. Daarom is het dus met zalm. En gravlax is eigenlijk helemaal niet Joods. Eigenlijk het is meer Scandinavisch. Het is gewoon een lekkere zalm. Gewoon. Het is gewoon lekker zalm. Om onze gravlax te maken hebben we 15% van het gewicht van suiker en zout nodig. En dan zeg je misschien af, moet ik dat dan berekenen? Als je even je brein kan gebruiken, kan je het ook gewoon keer 0,15 doen. Dan kom je precies op het percentage wat je moet gebruiken. Dus ik heb bijvoorbeeld een zalmfiletje van 500 gram.
dat doe je dan keer 0,15 en dan kom je uit op 75. Dus ik heb hier 75 gram suiker, 75 gram zout. Dat doe je bij elkaar in de kom en meng je door elkaar heen. Dat is wel handig natuurlijk, want anders heb je één laag suiker en één laag zout. Gaan we dus onze Graflox marineren. Ik heb hier mijn zout en mijn suiker en ik heb er nog wat witte peper doorheen gegaan. Witte peper, niet zwarte peper. Voor wat extra kick eigenlijk. En wat je dan doet is gewoon de helft van dat gedeelte. Doe je gewoon zo op de bodem. En daar leggen we een stukje zalm skin side down op. Doen we de rest van onze cure eroverheen. Op de bovenkant doen we gewoon heel erg veel dillen. Gewoon veel gewoon. En dan gaan we hem dichtvouwen. Zorg wel dat hij mooi goed dicht is gevouwen. Lekker strak. Neem dit dan je pakketje Scandinavië. Doe hem even in een kom of in dit ding. Een overschaal volgens mij heet dit. Of in een grotere overschaal. Maakt niet uit. Leg daar nog een groot stukje zalm in. En die moet je dan naar beneden houdend drukken. Zit er ook iets zwaars op. En dit laat je dan voor liefst 2 dagen. 1 dag is prima. 4 uur is echt het minimale gewoon. Ik zou dat niet eens doen gewoon. Dan heb je eigenlijk dit voor niks gedaan. Laat je dit gewoon eventjes spekelen. Totdat het vocht een beetje eruit is gekomen. En dat het een hele droge zalm is. Want je maakt het eigenlijk minder rauw. Wauw! 1 uurtje reizen. Ietsjes langer. Ligt er natuurlijk een beetje aan hoe warm het is. Als het niet zo warm is, kun je dat langer doen. Het moet gewoon verdubbeld zijn. Hier zitten nu airbubbles in. Misschien kun je het een beetje zien. Dat willen we niet. We slaan dit ding helemaal aan de kloten, omdat je hebt toetsweek, dus ja, je hebt hier geen zin in. Heel wat bloem op onze werkbank. En daar leggen we onze deeg. Maak even een goed rondje ervan. En dan pakken we onze dough scraper. Je hoeft niet per se dit te hebben, je kan ook gewoon een mes gebruiken. Dus dan snijden we ons deeg door de midden. 1 deel doen we nu niks mee. En het andere deel gaan we 4 dingen maken. Balletjes. Dan pakken we 1 deegbal. Dan vouwen we eigenlijk alle kanten naar het midden toe. Draaien we om. En dan gaan we eigenlijk zo met ons handje een beetje draaien. Totdat je dan eigenlijk een balletje krijgt. We zijn nu eigenlijk een soort van een burger bun aan het maken. Ja, we maken een soort van burgers. Als we al onze ballen hebben gemaakt. Laten we ze eens even op een, ja, flowered, gebloemde bak plaats staan. Dit doen we nog een klein beetje folie eroverheen, zodat er niet allemaal gekke stoffen erin komen. En dit laten we dan voor een kwartiertje eventjes lekker rusten. Dan gaan we het even hebben over onze garneringen, onze toppings van onze bagels. Als je een everything bagel seasoning gaat maken, dus met sesam, maanzaad en al dat soort gedoe, gebruik niet dit of dit. Dat is poeder. In de Everything Bagel seasoning zit namelijk uienflakes, knoflookflakes. Dat kan je ook zelf maken. Wat je dan doet is gewoon net kleine plakjes van je knoflook en van je ui. En dat doe je in de oven. Dat laat je helemaal uitdrogen. Niet dat het zwart wordt, maar dat het droog is. En dat flikker je in een blender en dan heb je dus flakes. Dit is niet wat je wil. Dit is poeder. Dit gaat verfikken gewoon. Ik ga dat niet maken, want dat is een beetje te veel voor mij. Als je dat wil maken, go your gang and no be bang. Ik gebruik gewoon sesamzaad en maanzaad en zo. Dus. Oké, onze balls. We hebben nu 10 minuutjes tot een kwartiertje heel even gechilled. En wat we dan gaan doen, je hebt er 2 manieren voor. Maar we gaan even de makkelijkste doen. Je bloemt even goed je hand. Pak je een bal. En dan ga je met je wijsvinger en je duim door de bagel heen drukken. Tot er een gat komt. Dan maak je er een klein gat van. Door het een beetje rond te draaien. Niet te groot. Want het gaat ook een beetje terug. Snatchen direct. En dat is 1 bagel. Die doe je natuurlijk met al je bagels. Maar ja, dat is wel logisch. Dan hebben we hier een pannetje met water, zoals je kan zien. Daarvan gaan we het vuur aandoen. En dit is wat het een Montreal / New York bagel gaat maken. Kijk, als je die barley malt service hebt gedaan, is het dus eigenlijk, heb gekocht, is het dus eigenlijk in New York. Maar ik maak dus een Montreal style bagel en dat doen we met honing. In de tussentijd moet je ook even je oven voor verwarmen op 210 graden, ongeveer 220. Ligt er een beetje aan hoe hoog je of hoe hard je oven kan. Als je geen hete lucht over hebt, moet je hem heter doen dan 220. Als je hem minder hete hebt, ja,
dan is het prima. 2-10, als je een hele sterke hebt zoals ik, dan is het echt, moet je opletten. Wanneer ons water kookt, doen we onze gas iets lager, gewoon dat het een beetje borrelt. En dan leggen we onze bekels erin. 1 minuut als je een klein beetje een chewy beker wilt. 2 voor echt super chewy, dus ik doe er tussen 1,5 minuutje per kant. Eventjes koken. Na ze 1,5 minuut per kant hebben gebakken, haal je ze even uit het water. En leg je ze op een bakplaat met bakpapier natuurlijk. In de tussentijd kan je met een beetje egg wash nog een beetje eroverheen smeren over je bagels. En dan kan je er sesamzaad, everything bagel seasoning, maanzaad. Gewoon iets zaadachtigs erop gewoon. En dan kan je ze meteen de oven in doen. Je doet ze meteen in de oven voor 20 minuten, 15 tot 20 minuutjes even in de gaten houden natuurlijk. Voor op 210, 220 graden. Le baguette, c'est fini. Laten we gaan proeven. Crunchy, salty, creamy, motherfucking freshly. Deze was weer mijn leuke filmpje. Heerlijk, super, makkelijk, lekker. Mooi. Bedankt jou voor het kijken. Ik hoop dat ik jou volgende week weer zie en kusjes en ik zou zeggen bye. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody.